lieve mensen, zijn we er klaar voor? Goedemorgen. Volgens mij wel, hè? Ja, we zijn er weer. Huppakee, we gaan de hoogte aan, toch? Ja. Team compleet. Team compleet. Joyce, hartstikke idee. Nou, ruik. Oh, het stinkt wel. Wat is dat? Die compost nog. Die vieze puut. Oh, die compost uit. Je zoest er nog wel even in een toetje van mij. Is mijn schuld weer, hè? Wat lucht, jongens. Het is Joyce. Nou. Het is maar gewoon nog geen geur TV. Raak je open. Ik zou puutje een beetje weer aan het misschien zou ik er nog een toe van de hoog. Oh, wat stekerij. Oh, mijn stoetjes zijn nog boven. Dirk je broodje. Zoest er mijn stoetjes in, hè? Oh, sorry. Ja, sorry. Ik val minder in mop. Ik hoor het al. De stamtoren. Ik hoor het al. Ja. De stamtoren. We zijn daar groot mee geworden. En vandaag hebben ze een soort reunie in de Tibbe, in Zaapmeer. 20 jaar geleden is de laatste stamtoren uitgezonden. De populaire Radio Noord-rubriek De Stamtoren is vandaag voor het laatst uitgezonden. Bijna 20 jaar lang werden aan de stamtafel Groningse moppen verteld. Ik ben trouwd in het jaar dat de stamtafel begon en ik ben schaamd dat de stamtafel op is. Nee, dat is eerlijk hoor. 20 jaar geleden de laatste uitzonden. Als het er over terug is, dan schudt hij in de kop. Ja, hoogstroon net ook. Er is geen enkel programma in Nederland dat zo lang zo populair werd. Er komt het gebouw weer terug. Wie hoort die stemmetjes op de achtergrond? Broencafé. Ja, nee, geweldig. En wat plus. Plus natuurlijk. Muziek. Ja, en wat ik het allermooiste doe, hier zit een jonge knuppel. Die heeft alle LP's verzameld. Die wordt alles via zijn opa en de herken. Dus ik vind het mooi dat zo'n jonge jong er ook met opgegroeid is en weet het nog weer. Het is tot 98 is de stamtafel op de radio geweest. En als we dan van de rommelmarkt naar huis reden, was het op de autoradio. En op de rommelmarkt kwam ik ze allemaal tegen. Ja, ik heb nog eens ermee opgegroeid. Ja, zeker. Ken je ooit nog weer zo'n programma? Nee. Nee, dat is onmogelijk. Heus toen nog wel eens een map tegenwoordig. Geen roeren? Nee, die wordt niet meer verteld. En zeker, die waren natuurlijk toppers. Die, vooral die vaarkerels. De Wieners van der Loon, die was bierwacht. Kwam met veel cafés huren, veel mappen. Freddy van Dijk was vertegenwoordiger voor Dalson Jenever. Kwam met veel cafés. Gerard Jonker kwam natuurlijk overal. Daar was die man met het hoge stemmetje. Was klant in een heleboel cafés. Kijk, we begonnen met twee man. Met Wieners van der Loon en Jan Straten. En dan belden ze een kroeg op en in eerste instantie zullen de klanten van die kroeg zullen meer dan. En dan hebben ze alle kroegholders bij langs. Ben hier ook moppertappers? En ze zeggen, op om je naam, zeker niet. Maar Rob Zandvoort wist me te vinden. En ze wisten ook dat je in Wolkenburg waakte. Ja, ja. Ja. Jarenlang heb ik de vraag gesteld, nacht, maar ik wil hem nog een keer stellen. Hé Job, Hester nog heine? Ja, die Grunniger en Fruis, die rijdt naar de Fruislands. En godverdorie jongen, die Grunniger en die Fruis, die auto's die rook mekaar hebben. En die Fruis heeft een deukje in. En dat is een trammeland. En die Grunniger zegt, ah ja, dat deukje kist er wel uitkijken. Maar zal Steve in Oetloord blazen en dan vlucht dat deukje er zo uit. Nou ja, die Fruis die gaat om mijn bek voor de Oetloord en die blaast erin. Komt de twee van die Fruis een politie heen en wat is toe? Ja, zeg ik, moet die deuk eruit blazen. Ah, grote koude, ik is toch wel zo dat dat niet wil. Ja, waarom dan uit? Is de rompjes hier naar open staan? Goedemorgen. Mag ik even met je broer? Eerst wat grote mop. Misschien wel. Is dat zo? Ja, maar ik ging verder niet over in details trainen. Maar ik zag hier net, in eerste instantie zeg maar zo'n benzinepomp, Boske. Maar uiteindelijk is het dan zo'n mooi setje worden. Ja, ik... Zag die twee van? Dat klopt. Ja. Ik denk, ik stel het toch nog een beetje bij. Ja, ja. Nog boven. Ja. Dat zie je zeker. Ja. Ja. Ga je er nou in met die lampje? Ik ga er nou met mijn lampje op half. Nou, ja. Wens ik die heel veel plezier. Ik wens jullie ook nog veel plezier. Dankjewel. Okay. Joep. Joep, hoi.
Maar dit is ook wat, jong. Even, voor mij ligt dit op een, ja, ik neem maar een zondagklusje van een trucker. Goeiemorgen. Jongen. Nou, je bent mee met poetsen, hè? Dan komen we door de weekje naar de touw, ja. Oh, ik dacht gewoon onderhoud was, maar. Nee. Dit is gewoon even voor de zondag. Echt hoor? Ja. Nou, maar wie zegt dit? Wie zegt nog? Het is een dramatisch geval. Maar als de cabine terugstaat, ja, dan kan ik nooit bij die bogen komen. Oh, dit is boven die lamp, man. Ja. Maar je bent zo'n secure boos, dat je zelfs de lampen eraf volst. Om eronder ook te kunnen poetsen. En dan komen mijn Flipje Tiel en mijn Holland Duck en mijn Michelin Pop. Kijk, dit is mijn Michelin Pop. Ja. Dit is een Flipje Tiel van de Betuwe. Van de Sjembal. Alsjeblieft. Ja. En dat is een Holland Duck. Daar staat nou MAN op. Maar ik ben een Scania, man. Maar de Scania, als ik een Scania zeg, dan krijg je een apart gevuil. Ze verklaart me allemaal voor gek, maar goed. Ja, dat geeft niks. Het gooit zelfs zo ver. Alsjeblieft. Scania, mannen. Zolang ik daar achter dat roer zit, met dat stuur in mijn handen, radiootje erbij aan, geweldig. Dan ben je de hele week zit op die vrachtwagen, zeg maar. Ja. En nou is zondag. Ja. En dan denk je van, nou, was wel even niks. Nog eens doe je het. Ja, dit is ook niks. Dit is ook mooi. Ja. Vind je de vrouw nog goud? Oh, dat weet ik niet die ben. Ik denk het wel, want anders was ze al lang boek geweest. Wat een gezellige man hier. Ja, we zijn een schutting maken. Hè. We hebben deze boerderij net nou een jaar geleden gekocht. Ja? Dus nou, en hier stond ook mijn boom en dat soort dingen. En nou, mijn schoonzoon en. En mijn dochter die woont hier met 7 maanden in deze boerderij. Wij hebben vroeger op Meesterslaan gewoond. En daar woonde gewoon in een rijtje woning. Dus ja, dat, en toen kregen we dit. Nou ja, toen hebben we dit maar om. Eerst woonden we daar zo in het dorp. Daar hebben we niet zoveel ruimte. En nou, woonjes, wat doe je nou wat je eerder niet deed? Ja, we hebben nu heel veel. We kunnen de paarden nu bij het huis hebben. Ja. En we kunnen nu veel meer dieren hier hebben. Dat is veel leuker dan een computer, hè? Ja, was heel leuk. Ja, precies, ja. Mama is net met paardjes bezig? Ja, mama is net naar binnen gegaan. Oh? Die had zijn haren nog niet gedaan. Maar ze horen even in de krul. Ik zei net al in een pyjama, hallo. Waar was dat in? Een mooi roze pyjama. Moedig. Die moeder? En toen moest haar nog hem nou? Ja, ik moest helemaal haar nog hem doen. Schitterend. Dat stond echt zo, dus dat kon uit. Hey, nu is hier ook zoveel lol, maar gaat ook allemaal zo mooi. Ja, super. Dit was echt mijn droomboerderij, dus die heb ik eindelijk gevonden. En wat gebeurt er? Op een gegeven moment was het een bordje te koop. En, nee, hij stond niet te koop. Oh. Nee, we hebben gehoord dat hij te koop kwam. Dus, je was allemaal een beetje nerveus. Ja, dus zijn mijn man en ik zijn hierheen gegaan en toen hebben we hem gekocht. Je moeder is het zo. Oh, nou. Ja. Is die roze pyjama nog, hè? Ik heb mijn roze pyjama nog, hè? Ja, dat geeft niks af. Maar wie zegt, waar is het hier gezellig? Ja, het is hier ook wel gezellig hier. Ja. Het is hier een rust hier zo. Toen wij deze boerderij hebben bekeken, toen zagen we dat er twee woonkamers in zaten. En toen zei ik met mijn man overgelegd. Ik zei, weet je wat? Ik zei, wij gaan naar papa toe en mijn ouders toe. En ik zei tegen mijn ouders van, weet je wat, jullie kunnen wel bij ons in. Jullie hebben altijd voor mij gezorgd. En nu is het mijn beurt om voor jullie te zorgen. Dus ik wil ze gewoon in een bejaardenhuis hebben. Ja, kijk, die kinderen die waren altijd al bij ons. Hè? Ik bedoel, zij ben met de boy in het vaak. Nou, en mijn vrouw, die had altijd al op die kinderpaast. Dus, nou ja. Het was gewoon voor jullie gewoon duidelijk zomaar. Ja, zomaar het. Ja. Dus niet zo'n moedje onderdag. Ja, maar ja, ik ken nog goed mijn warm. Dus kijk, als ik dat niet kon, dan had ik het ook niet doen. Maar schoonmoeder grap, dan gaan we dit niet op. Nou, mijn schoonmoedje is gewoon een oorige vrouw en dat wil ik en dat haal ik van. Kom maar, zeg maar, Rubenbaard. Kom maar. Wat is er zo mooi in zo'n zwintje? Ze zijn heel schattig. Ja. En ze smakken ook. En dat is grappig. Ja. We hebben nog een verrassing. Een dwerggeitje. Ja, ook een king. Een dwerggeitje die hebben we vorige week zaterdag hebben die metgenomen. Van Manege weg. Dat daadje die luidt hoor zo. En toen zei ik gewoon, nou ja. Ik zei, kim wel met, neem je al. En toen zei ze, neem hem maar met. Zie maar, moest dan wel met of lezen groot brengen. Oh, die is nog maar... Nee, hij is nog maar 5 weken.
Dus mijn vrouw die brengt hem met een fles groter. Hoi! Kom maar in de kleine naar de oppas brengen. Zo, nou, kan er nog meer bij? Ja, wat? In welke afdeling, Martijn of hun? Dit is nog zo gauw als naaien. Ja, dus, deze is 3 maanden oud. Nee, 3,5, dus ja, Amber heet ze. Wat een schatje. Ja. Wat is nou het leukste beest hier op deze kinderboerderij? Daar ken ik het wel naar. Nou doe ik. Ik vind het geitje. Toch wel, hè? Ja. Hey, mooi. Mooi. Het werk. Volgende. Klaar, dacht ik. Zo'n nightmare, ik ben 70 jaar, hè. Ja. Maar ja, het weer, hè. Dus je twicht, dus je hebt een volle route. Ik heb oma loopt. Zo hard, hè. Met lijfde. Ja, ik dacht, ik mag het ook nog al hier nou. Ja. Wat is er zo mooi aan, hè? Beetje in beweging, hè. Oh, wacht, we kregen een probleem hier zo misschien. We hebben nou een probleem. Wat is dit probleem? De landbouwer wel leraar boerenstoom wordt, dat is op de Westhoort. Hoe noemen ze dit? Een reprimande? Dus een reprimande, ja. Ja, hè? Ik denk van die boer, ik kom daarin en die man gaat snel aan de kant. Maar nee, nou, eerlijk gezegd, en nou ik dus ook over zooi. Kijk maar even, Ronald. Eigenlijk heb ik het ook wel een beetje een zootje. Ah, jongens, joh. Ik had het nooit allemaal in de hoek. Het is, ik ben er ook, ik heb een beetje een puin op. Dat ziet het programma wel. U blokkeert de hele boel, hè? Ja, nee. Nee? Ik sta goed. Oh. Is het door een zoentje? Ik ben in de tuin bezig. Dat zal hoog houdt pasen. Wat dan, joh? Ah, die stinker even. Van die compost. Oh, die compost, ja. Toestoutjes. Oh, gratis toeltjes, joh. Gratis en voor niks? Ja. Cadeau. Hey, Joyce, wie hebben we bericht? Nou, vertel. Wie hebben het idee dat we een adres hebben voor onze compost? Oké. Okay. Oh, dus eindelijk die stinklucht weg. Ja. Mooi. Een gezellige man hier, ja. Ja. Welkom. Dankjewel. Hoi. Dirk. Ik ben Arjaan. Arjaan, mooi kerel. Waar is de mens? Ja, het is vuur, hoor, hè. Dus schoonmaken. Ja. En ook toentje. Ja. Ja. Kijk, dat past niet. Maar eerst even over de schoonmaken. Ja. Waar is dat? Ik zou hier met een beurs aan liemen, zou ik. Ja, want Bessem had ook weer een mama concert worden. Nee, stil. Nee, Bessem. Ja, dan werkt dat zo. Zo is het best ook, kerel. Was zo'n van nieuw seizoen. Nee, Bessem alles. Nee, het was al jood versleten. Dat was te zinnig. Ik heb gewoon bericht voor die. Nou. Ik heb wel voor die. Hier. Ja. Dat is voor die. En wat zit erin? Dat zal pas gewoon wezen. Zeker. Compost, oh. Dus denk erom. Mind the difference. Ja, precies. Ja, nee. Mooi is wat het verschil is. Nee, vertel nou, maar. Nou, ik bedoel, potgrond zeg maar, denk ik zo, je een gatje maken en dan stap je een plantje in, dat is ja. Eigenlijk ja, ja. Maar als je compost hebt, dan moest je een beetje erover neerstreunen. Oké. Okay. Maar als je te veel bij het plantje dus, gaat het plantje dood. Ja, dat mogen we niet. Moest een beetje streunen. Ja, oké. Okay. Nou. Is de blinde mee? Ja, hartstikke blinde. Ja, dankjewel, ja. Joyce, wie bent kwijt? Eindelijk. Nou, heb ik nog vast handen? Ik kan ze niet meer wegnemen. Ik heb wel gezegd, die ben vergeten te duur. Ja, dat klopt. Al moest er gruinen erin morgen. Ja, maar daar heb ik nog een handje voor. En nog geen zin meer. Nee, precies. Dus ja, ik heb het ook wel van gegooid. Weer mijn mal in mijn beeld zetten. Oh ja? Dat ben ik ook nog meer. Mooi hoor, mooi setje. Ja. Nee, duur. Ga zitten. Nee. Nee. We zijn in Niehoven. Wat doen we hier? Ja, nou, we gaan op bezoek bij Rianne, want zij heeft hier een ijsboerderij. En dat ijs, dat maakt zij zelf. Oh, dat goed. Lekker, man. Oh, dat klinkt goud. En hoe ben je de boer? Ik ben de boer en mijn dochter is de ijsmaakster. Nou, gaan we vullen. Ja. Zullen we er meer lopen? Oh, dat staat ze. Ja. Kijk, ja. Is hier de ijsfabriek? Ja, gaan we vullen. Oké, dankjewel. Ja. Goedemiddag. Eigenlijk moet je de zon aan. Dan laat hem zeker, man. Oh ja. Je schrikt niet dood, jong. Ja, joh. Doe best. Ja, de ijsfabrikanten. Ja, sinds afgelopen week. Wauw. Ja, ja. Bist u op cursus geweest? Ik ben op cursus geweest in Wageningen.
Daar hebben we een week lang de basis geleerd van wat is een ijsje, hoe ziet een ijsje eruit, wanneer heb je een lekker ijsje, wanneer heb je een verkeerd ijsje en wat daar allemaal bij komt kijken, hebben we allemaal geleerd. Ik heb eerst melk gehaald uit de melktank vanmorgen. Hier van ja, verse melk, vanmorgen net uit de koe gehaald. Ja. Okay. Hier gaat de melk in. Dat pasteuriseert hij en halverwege doe ik de melkpoeder bij, doe ik de suikers bij en bindmiddelen. Dat mengt hij verder en dan pasteuriseert hij ook verder tot 85 graden. Dan zeg ik, nou, het is klaar, dan kan ik hem of aftappen, maar kan hem ook meteen door naar de vriezer doen. En dan maakt hij daar ijs van. Maar dan is natuurlijk de volgende stap, hoe was het kwijt? Ik moet eerst toe klanten, ik moet bij moe en doe zelf en de buurt. Maar ja, maar als ik dat ga doen, dan word ik zo natuurlijk. Maar wanneer? Dat moet ik niet hebben. Nee. Vooral aan derde wil ik gaan verkopen, nog niet eens zozeer aan huis. Niet echt een salon aan huis, omdat je dan echt 7 dagen in de week thuis moet zijn. Ja. En daar heb je de aanloop gewoon nog niet voor, daar kan ik nog niet voor werken. Moskiet, vanille, pistache, room. Willen jullie wat proeven? Ja. Ja, hè? Groeg, ja, nee, serieus. Ja, absoluut. Oh, wacht even. Oh, wat is jouw... Ja, fascinatie voor ijs. En ik heb één keer spuitproef. Ik heb stage gelopen bij een kaasmakerij in mijn eerste jaar van mijn opleiding. En daar heb ik gezien hoe mooi het is als je je eigen melk van het bedrijf zeg maar, kunt verwerken tot een prachtig product. Toen ben ik gaan nadenken van, goh, wat kan ik zelf? Wat kan hier in de buurt? Wat is interessant? En zo ben ik bij ijs gekomen. Ja, omdat het gewoon een heel mooi product is. Ik mag er natuurlijk maar zeggen, want het is heel lekker. Dat mag je best zeggen, hoor. Ja. Dirk. Ja. Jij houdt wel van motoren, hè? Nee, ik vind er niks aan. Nou, ik denk wat anders. Maar we gaan naar de Classic en Motoren race vandaag, van Delftcross. Oeh, Delftcross, vlakbij Delftcross, zeg maar. Ja, zie je wel. Vlaamsum, Delftcross, Lekaart. Ja. Ja, dat ken je wel, hè? Ja, daar staat er nog één. Ik heb dat vrouw gezien wat je doet. En Classic, dat betekent Bertus, op zijn Norton en Tinus, die rijden op een... BSA. Hey! Arma Boer. Oh, ja? Ja, Arma Marco. Hey. Nou, moest ik met een aanhangertje. Depressie zag ik linker achter op die bak. Ja, ik ook, duurlijk. Ja. Ze verzonden onder het weer. Nou, weer een baard. Met een aanhangertje. Ze hadden wel netjes op trouwens. Dat was wel keurig. Netjes. De groene motocross. Yo! Wang, wang, wang. Hallo, Gil. Mooi. Beste kloofheer? Ja, ik wel. Ja, hè? Ja, ja. En dat crossen met klassieke motoren, wat is dat? Ja, dat is eigenlijk... in eerste instantie liefhebberij natuurlijk. Ja? Maar je wilt toch natuurlijk ook een beetje goud riek, hè? Wat is dit een echte? Goedendag, Jochiel. Ik zag net achter op die rug. Ja. Triumph. Ja, maar ik rijd met een CCM. Wat doe je er allemaal mee? Want ik heb begrepen dat er is over heel Europa wedstrijden. Ik rijd niet zoveel meer internationaal, maar eerder reed ik wel meer internationale wedstrijden. Dit jaar rijd ik nog wel een keer in Engeland. Dus dat zie ik helemaal zitten. En komen er allemaal van die veteranen zoals de zeg maar van oude strijders? Ja, allemaal oude knarren. Ja. Dus en die geven ook nog wel gas ook. Dit zijn echte klappen, hè? Zo ga ik in de tweede versnelling van start. Ik schakel één keer over naar de 3 en hij komt er niet meer uit. En ik hoef de koppeling ook nooit te gebruiken. Het is net een automaat. Wat is er nou zo mooi als volwassen man op zo'n 50cc te rijden? Voor mij persoonlijk is dat ik het de kunst vind om uit die 50cc de meeste vermogen te krijgen. Dat heeft me altijd verwonderd. En dit is niet zo'n hele snelle motor, maar die wel. Ja, dat is ongelooflijk wat daaruit komt. Was jij vroeger ook 50cc man of heb je de zware klasse gereden? Nee, helemaal niks. Ik ben er 5 jaar geleden mee begonnen.
Vroeger reden wij natuurlijk wel bij ons in de buurt met brommetjes. Vroeger konden we alleen maar opkijken tegen de gebbekruid, maar ze was toen al onbetaalbaar. En nu is het wel betaalbaar, maar dan kom je niet meer mee. En als je nu een competitiemachine wil hebben, dan wordt het weer onbetaalbaar. Dus het is misschien wel de duurste klasse die er rondrijdt. Ik ben de hele middag op pad geweest, maar eigenlijk is het hier gebeurd vanmiddag. Donar en voor de tweede keer achter mijn koor de beker te pakken. En wie ben openheid als ze blieden ben en hou blieden dat ze werden. Kijk, natuurlijk winnen ze blieden. Ken je wist. Tweede beker op rij. Gefeliciteerd. Hoe ging het? Ja, ik denk dat we... Er werd vooraf aan de wet bij gevraagd van hoe ga je deze wedstrijd voorbereiden. Want je zit tussen twee Europese wedstrijden in. Maar de jongens hebben het fantastisch gedaan door helemaal die focus hier op deze wedstrijd te hebben. En we gingen natuurlijk het eerste kwart fantastisch. Dus ja, we zetten zo'n statement neer in dat eerste kwart. Dat wel duidelijk dat wij de beker wilden winnen. Ja jongens, met deze bliede gezicht niet zo rollen met jou. Donar heeft de beker weer te pakken, jongens, 100%. We zijn weer naar het einde komen van Expeditie Run. Bedankt voor het kijken. Aankomt week weer van de weer. En ga je ook weer kijken, hè? Ik ga mee. Natuurlijk, jongens. Hey, geweest dit, jongens. Hey, hey, hey. Hornborn, Hornborn.